Diana Lidvrietsam, waarmee we ook met de parlementariërs over praten, is de invoering van BTW vanaf begin 2023. En van de volksvertegenwoordigers willen graag weten wat hun zienswijze is wanneer het aankomt op invoering van BTW en met name de marge van 15%. Nou, ik ben niet eens met de marge van 15%. We hebben gisteren begrepen dat de minister zijn scenario zal uitwerken. Waarom? Dus we gaan weer moeten wachten op een scenario die hij gaat moeten uitwerken. Ik bedoel van, je moest die scenario's al in place hebben, toch? Waar is het bureau, planningsbureau, om al die scenario's en al die data die verzameld is geworden van onze economische data, die analyse, die statistieken, om ons die scenario's uit te werken. En daar is weer wat over ik het heb. Achteraf, wanneer er zoveel vragen worden gesteld, dan pas worden die dingen gedaan, toch? Wie zegt mij dat BTW geen invloed zal hebben op de prijsstabiliteit, toch? Op de goederen, op andere zaken? Er is geen, niemand kan dat nog vaststellen. En de minister zegt dat het niet zal hebben, maar ik denk het niet. Ik denk juist dat met betrekking tot prijsstabiliteit, waarover geen enkel beleid nog is uitgestippeld. We hebben laatst een wet aangenomen voor de onafhankelijkheid van de centrale bank. Maar wanneer we die pseudo-handelaren hebben, die handelaren, die malafide handelaren, die hier en daar importeren, wanneer de smokkel hard is in Suriname, toch? Smokkel van benzine, van sigaretten en allerlei dingen. Hoe gaan we de prijzen controleren, toch? Want we zien dat de koers wat omhoog gestuurd. Niet omdat het beleid enigszins goed is, maar los smokkel. We zien benzine wordt verschrikkelijk gesmokkeld. Laten we de data op tafel zetten, no? Hoeveel benzine en hoeveel andere goederen worden gesmokkeld naar Guyana en Frans-Guyana. En waarom wordt dat niet aangepakt? En dat stuurt ook de dollar omhoog. En dat is iets dat we moeten duidelijk. De centrale bank is uitgekomen met een bepaalde beleidsmaatregel. Maar dat gaat niet werken wanneer we nog steeds smokkel toestaan. Wanneer er geen controle is op de importen van dit land. Iedereen mag alle dat import doen. Waar zullen al die mensen hun dollars vandaan? Iedereen rent op de markt eind van de maand om één hun zaken te doen in valuta, autofinanciering, huishuur. Mensen die dollars nodig hebben voor studiefinanciering. Toch? En de importeurs. Nou, als je een grote groep importeurs hebt tegenover de kleine man die een dollar nodig heeft om iets te gaan doen, dan gaat dat allemaal de koers stuwen naar boven. Terwijl wanneer we die controlemechanismen inbouwen om inderdaad onze geldstromen goed op orde te zetten, waarover ik altijd heb. Onze geldstromen zijn niet zichtbaar genoeg. Toch? Zijn niet zichtbaar genoeg om die controle uit te oefenen. En juist de geldstroom te laten verlopen zoals het moet. Naar de juiste personen, maar dat gebeurt niet. Dus het is een heleboel ongeorganiseerde zaken, structurering die nog moet komen. En daarom heeft de vorige regering dat ook niet gedaan. Omdat je realiseert dat wanneer jouw structuren niet in place genoeg is, de instituten niet sterk genoeg zijn om de maatregelen te nemen, zoals ik heb gezegd, de importeurs en alle anderen. Wanneer die structuren niet in place zijn, je kan maar 100 BTW invoeren, maar het gaat niet werken. Omdat je de prijsstabiliteit niet onder controle kan krijgen. De smokkel in Suriname is te groot. En zolang we die zaken niet onder controle hebben, onze geldstromen niet onder controle hebben, gaan we bepaalde zaken inderdaad niet kunnen invoeren. Dus we moeten gaan naar reorganisatie, we moeten gaan naar herstructurering van onze instituten sterker maken. En ook om te kijken naar onze import. Wat kunnen we importen? Want we kunnen dat ook beperken als we dat willen, zodat een stukje stabiliteit is. Maar we geven iedereen maar de kans, terwijl we maar een kleine bevolking hebben en de consumptie is niet zo groot op dit moment. Maar laten we dat geld liever stoppen in de nationale productie. En dat gebeurt niet. Dus dat zijn allemaal zaken waar ik denk dat
zeker als dat niet gestructureerd wordt en beleid erop wordt gegooid, dat we BTW, we gaan problemen hebben. We gaan echt wel problemen hebben. Voor de verkiezingen, mevrouw Vreedzaam, was er door deze regering of de partijen die de coalitie nu hebben gevormd, beloofd dat het geld, belasting, elders gezocht zou worden bij de goudsector of bij de informele sector. Ook daar zien we niets gebeuren. Ja, dus dat zijn de zaken. Daarover heb ik het ook. Wanneer ik zeg over structurering, dat is ook een van de zaken wat geen enkele regering heeft kunnen bewerkstelligen met betrekking tot de goudsector. Omdat vanaf 2000 zien we dat ook de vorige regering van Venetiaan het toe heeft gestaan dat de goudsector eigenlijk zijn informele tentakels in gaan verspreiden in de economie. En daar is het toen al begonnen. Want we konden vanaf het begin, 2000, konden we die zaken hebben gestructureerd. Maar het informele gedeelte heeft zijn tentakel zodanig gevormd in de economie dat het heel moeilijk nu is om inderdaad die tentakels weg te halen en te structureren. En voor elke regering daarna, na Venetiaan, die toen de zaken heeft gecreëerd, is het heel moeilijk. Want ik zeg elke keer, het zijn kankantriebomen die vastzitten in de economie. Die echt heel, het gaat heel moeilijk zijn om ze eruit te halen. Maar met, ik denk met durf zullen we moeten doen en met juiste regelgeving. En de mensen dwingen om ook structuur te brengen in hun ondernemingen, want daarover gaat het. Het gaat illegale zaken, informeel. En die een destructie vormen voor de economie en ook natuurlijk voor al deze zaken. Dus de goudsector, waar je dan inderdaad die belasting, want hoe ga je het halen wanneer de mensen onzichtbaar zijn? Je moet ze gaan identificeren, je moet een systeem gaan creëren om de mensen zichtbaar te maken, zodat ze kunnen onderdeel kunnen worden van je economie. En de kleinschalige sector, goudsector, de vorige regering was begonnen om de mensen te registreren, de ondernemers een alternatief te bieden en om ze zodoende op gang te brengen. En ik weet niet wat daarvan nog verder gaat. Dus dat zijn inderdaad de zaken die de informele sector een probleem is binnen Surinaamse economie, waardoor inderdaad je die geldstromen niet ziet, hè. Zowel valuta als Surinaamse gulden in de omloop.